In de vorige tutorial heb je dus gezien hoe je de MikroTik router kan gaan instellen om te gaan e-mailen. En in deze tutorial ga ik dus tonen welke toepassingen je eigenlijk kan gaan gebruiken om je MikroTik router te doen e-mailen. Oké, ik heb hier een blogpost geschreven. MikroTik Tool E-mail. Dat staat op waarlesinfo.be. En ik heb hier een volledige uitleg gegeven wat je moet gaan doen. Ik heb hier ook de nodige configuraties gemaakt voor WAN.com, waarlesinfo.be. Dit is gehost door WAN.com. En ik kan dit e-mail gebruiken om te laten e-mailen door de MikroTik router. Ook telenet.be, proximus.be en gmail.com kan je allemaal gebruiken om te laten e-mailen. Maar meer kan ik hier niet online zetten. En waarom zet ik de andere niet online? Omdat ik deze niet heb uitgetest, want ik wil correcte gegevens gaan meegeven. Wat heb ik hier nog gedaan op deze blogpost? Ik heb uiteraard de tutorial online gezet. Dat is de video, de voorgaande video dus. En wat heb ik hier ook nog gedaan? Ik heb hier een paar scripts online gezet. Deze gaan toch wel met de tijd aangevuld worden, maar ik ga hier een basis geven wat je allemaal kan gaan doen door middel van deze scripts. Goed, laat ons even overgaan naar een van deze scripts en we gaan zien wat er gebeurt. Oké, wat ga ik nu in deze tutorial gaan tonen? Ik heb dus een MikroTik router en hierop ga ik gebruik maken van NetWatch. En wat doet NetWatch? NetWatch doet niets anders dan pingen. Die gaat een ping gaan verzenden naar een bepaald toestel. En het IP-adres kan je dus gaan ingeven. En dus hij gaat bijvoorbeeld gaan pingen naar de NAS. Indien nu de NAS terug een ping reply zendt, je gaat NetWatch dat gaan zien en Oké, het toestel is online. Maar wat gebeurt er als deze NAS gaat gaan uitvallen? NetWatch gaat dat gaan zien, krijgt geen ping reply. En wat gaat er gebeuren? De status gaat van online naar offline. En hier kunnen we dus een script gaan inplaatsen, zodanig dat we verwittigd worden als deze NAS niet meer bereikbaar is. Dit is de hele opzet van deze configuratie. Goed, laat ons even kijken hoe we dit aan boord moeten leggen. Hiervoor moet ik uiteraard eerst naar mijn website gaan en ik ga dus het script gaan kopiëren. Dus mail als een netwerktoestel offline gaat. Ik ga deze hier gaan selecteren. Ik ga deze kopiëren. Wat gaan we nu doen? We gaan dus naar de MikroTik router. Dus we hebben hier router 1. Ik ga eerst en vooral tonen dat we de e-mail instellingen hebben aangemaakt. Dus ik ga naar Tools, e-mail. En je ziet hier, ik heb Gmail gebruikt. Goed, deze is dus geconfigureerd zoals je in de vorige tutorial hebt gezien. Nu gaan we naar Tools, NetWatch. En zoals ik al gezegd heb, NetWatch doet dus niets anders dan pingen naar een bepaald toestel die je kan gaan ingeven. Dus ik klik op plus. Wat ga ik hier nu ingeven bij host het IP-adres van de NAS? Dat is hier dus 192.168.88.254. Goed. De interval wil dus zeggen, hier elke minuut gaat NetWatch gaan
pingen naar de NAS. En als deze een ping reply krijgt, ja, deze is dus online. Maar indien je nu korter op de bal wilt gaan spelen, kan je de interval gaan wijzigen naar bijvoorbeeld 10 seconden. Oké, ik neem hier nu 10 seconden, omdat ik hier in een tutorial zit. Ja, uiteraard hoef je niet elke 10 seconden te controleren. Maar in dit geval, ik neem hier 10 seconden. Ik klik even op apply. En de status is up. Maar indien deze nu gaat gaan uitvallen, ik klik hier op down. Ga ik nu het script dat ik daar juist heb gekopieerd op mijn website, ga ik hierin gaan plakken. En ik moet uiteraard nog mijn e-mail gaan aanpassen. Dus bij e-mail, wirelessinfo, test@gmail.com. En hier ga ik dit ook gaan doen. wirelessinfotest@gmail.com. En ik klik op apply. En als command bijvoorbeeld controle status NAS. Zo, goed. Dus wat gebeurt er? De NAS is up, dus het is geen probleem. Mogen wij in feite geen e-mail verkrijgen. Dus ik ga even naar Gmail. Dus als deze nu offline gaat, gaat hier nu een e-mail worden verzonden. Dus ik ga deze nu gaan offline halen. Dit kan dus maximum 10 seconden duren en de status moet hier op down komen. Oké, hij is dus down en direct zien we hier dat er een e-mail werd verzonden naar het desbetreffend e-mailadres. Dus het netwerktoestel 1 is offline. Deze kan je uiteraard ook gaan aanpassen. De NAS is online of offline enzovoort. Goed, oké. Dat is dus een gewoon voorbeeld dat ik u geef. Wat kunnen we nu nog doen? Ik ga dit script even gaan kopiëren. En ik ga naar up. En ik kan deze hier terug gaan inplakken, maar het netwerktoestel is offline. Ik kan ook zeggen van oké, is terug online. Dus ik wijzig dat naar online. Ik klik op apply en oké. Wat gaat er nu gebeuren? We gaan even kijken. Dus ik ga deze nu terug online plaatsen. En we zullen zien hier aan de status. Ga terug naar up. We hoeven niet te lang te wachten. Je ziet het hier. En een tweede e-mail komt hier. Het netwerktoestel is online. Zie je? En hier zie je zelfs het uur. Oké, dit was het eigenlijk voor deze toepassing. Maar waarvoor kan je deze nu nog gaan gebruiken? Ik ga even naar de tekening. Oké, we zien de tekening. Maar in plaats van hier nu een NAS te gaan gebruiken, kan je een klein routertje gebruiken. Het is gelijk welk. Een toestel waar ik een IP-adres kan gaan aan toekennen. En ik ga hier mijn fantasie wat gebruiken. Ik heb hier dus een stopcontact. Neem nu 2 stopcontacten. Ik ga het u gemakkelijk maken. En je hebt een horecazaak. Dus je hebt een koelsysteem en je hebt een diepvries. En hier bijvoorbeeld sluit je de diepvries aan. Dat is bijvoorbeeld de diepvries. Maar je kan hier ook op dezelfde stroomkring
kan u ook zeggen van oké, ik ga hier een routertje gaan op aansluiten en dit routertje heb ik nu 192 68 88 254 gegeven. Wat wil dat nu zeggen? Als de stroom hier gaat wegvallen op deze kring, gaat Netwatch, die hier is op geconfigureerd, ook de error zien, dus hij gaat geen ping reply meer krijgen. En je kan dus verwittigd worden dat de kring van de diepvries is uitgevallen. Zodanig dat je direct, zonder te veel schade te hebben, kan je zeggen van oké, ik ga naar mijn werk of ik ga naar mijn zaak en ik ga de diepvries terug gaan inschakelen. Dus op deze manier worden de toepassingen legio. Oké, dit was het voor deze tutorial. Ik hoop dat ik je op deze manier geïnspireerd heb. En oké, laat je gaan met het schrijven van scripts en laat je MikroTik router maar e-mailen. Oké, ik hoop je terug te zien in een volgende tutorial.